da, Banjo Beauty 2020. En een geweldige leuke beauty, fuck you! En what up, Banjo Beauties? Door het mega succes van dit kanaal ga ik een kleine bonusserie lanceren. En dat gaat namelijk volledig over dit te gekke Miki make-up tasje. Weer van de Action. Ik ben echt fan van de Action, daar hebben ze de beste make-up spullen. En dit Miki make-up tasje, zoals je kan zien, gaan wij 4 video's van maken met 4 losse make-up producten. En man, ik heb hier zin in. De vorige keer hebben wij natuurlijk van Miki een lipgloss product getest met heel veel lipgloss. Ik was razend enthousiast. Dus vandaag gaan wij beginnen. En als ik hem openmaak, zien we al direct heel veel leuke dingen. Laat ik beginnen gewoon met, oh, het is allemaal voor je lippen. Het is lipgloss, lippalm en een Miki lipstift gewoon en een lip liner. Ik vind dit heel cool, dus dit is de speciale serie over mijn lippen. Ik wist dat echt oprecht niet. Laat ik beginnen met de lipgloss. Ik heb nog nooit lipgloss gedaan. Ik denk dat we gewoon even een lipglossje zo op het vingertje doen, zoals je hier nu kan zien. Kijk, ik vind best wel een mooie roze lipgloss. Dit is de verpakking van Miki. Pink, het is een beetje jong en stijlvol zoals het natuurlijk hoort. Want hè, wij jonge mensen gebruiken heel veel make-up. Daar gaan we op het lipje. Ja. Flawless. Je kan hem ook makkelijk in één keer aanbrengen en het staat gewoon in één keer perfect. Dit is wel hoe ik mijn lipglossje zou willen. Het voelt lekker vol aan. Het geeft je lippen meer volume. En zorgt er ook voor, hè, dan hoef je niet je lippen op te spuiten. Het gewoon die prellipjes, die de duckface. Ja, dat krijg je hier zeker weten wel van. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als man zijnde moet ik zeggen dat ik dit behoorlijk goed rock. En ik voel me direct zelfverzekerder erdoor. Dus kopen, kopen, kopen. Op naar de Action. Bedankt voor het kijken. Geef een dikke like. En abonneer je hier beneden. Joejoe, Banjo Beauties. Banjo Beauty 2020. Eindelijk een ander geluid van de beauty.